kan nooit kwaad om eens even algemene controle te doen. Ja, die gaat er door. Incident met vuurwapens is hier. Ja, er wordt schoten, C-schoten los. Ik wil dat deze kan ik hem aanhouden. Ja, handen omhoog. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Alice Pedival en more. Dit is Kim en vandaag ga ik op pad met Kim met de Turan 2016. Vorige keer veel commotie om Kim. Oh, is het nu het einde van Wim en waar is Wim en help en de hele wereld ging dood. Maar Kim en Wim kunnen gewoon zeg maar beide op mijn kanaal shinen. Het enige is dat als ik met Kim speel, kan Wim niet tevoorschijn komen. Als ik met Wim speel, kan Kim niet tevoorschijn komen. Ze kunnen nooit als partners samen gaan. Nu begreep ik van iemand dat dat in principe wel kan. Maar ja, hoe precies? En hij zei ook al, hij of zij, ik weet niet precies, zei ook al van ja, maar dan gaan ze waarschijnlijk de politie neerschieten en zo. Maar ik heb nog nooit gezien dat je met een EUP character twee keer kon spelen. Dus ik ga er niet vanuit eigenlijk. Ja, voor de rest geen bijzonderheden voor deze dienst. We gaan even links mee met het witte bolletje. Wat daar onze aandacht trekt en waarom weet ik ook niet. Maar hij trekt mijn aandacht. En niet aan het appen. Eigenaar van een voertuig heeft geen rijbewijs of verlopen rijbewijs. Maar goed, we weten natuurlijk niet of hij ook de eigenaar is van het voertuig. Hallo. Hallo. Heeft u voor mij een rijbewijs? Steven Fork, momentor. We trekken hem even na. Maak hem uit dat hij met een voorlopig rijbewijs heeft. Dat betekent dat hij niet verder mag rijden. Maar voor mij krijg je in ieder geval een bekeuring. Expired license. Daarbij, als u geen beginnend bestuurder, mag u uitstappen ondertussen. Of krijg ik de bekeuring, mag u inmiddels al uitstappen. Dat betekent ook dat u niet meer verder mag rijden. Dat gaan we dus ook niet doen. Hij kan hier ook niet blijven staan, maar ik kan hem wel even op de stoep zetten. En dan moet u zorgen dat de auto hier weg wordt gehaald. Bijvoorbeeld met een vriend of een vriendin of een ouder die wel mag rijden. Ja? Dus ik zet hem op de stoep voor je. Bekeuring voor rijden met een verlopen rijbewijs. Staat in het systeem. Deur dicht, auto op slot. En dan wens ik u nog een fijne dag verder. Een opgefokt standje hier in het autootje voor ons, dus we gaan eens kijken wat daar allemaal mee aan de hand is. Hij zit maar te schudden en met zijn handen bezig te zijn. We kunnen altijd eens vragen wat hij nou allemaal de bedoeling is, van het schreeuwen, van het getoeter, noem maar op. Ik weet niet of hij net toeterde op mij, dat heb ik even gemist. Maar het kan nooit kwaad om eens even een algemene controle te doen. Ja, die gaat er maar door. OCC 1201 achtervolging, negeren of wegrijden bij stopteken. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Uitstappen, kom.
helemaal betoeterd geworden. Ik wil er gewoon even algemeen controleren. Oké. Die is waarschijnlijk onder invloed van drugs. Hey, heb jij drugs gehad? Waarom zou ik drugs gebruiken? Nou, in ieder geval, hij heeft hele snelle ogenbewegingen, eye movement. Het houdt in tot hij echt gewoon van links naar rechts met zijn ogen gaat. Nou, ik dacht even dat mijn kat voor de deur was aan het miauwen, maar dat is zo te zien die kat daar. Ah, oké, dat gaat een beetje fout. Hallo, nee, oh, what the fuck? Nee, hallo, godmode. Hallo, helemaal gek geworden. Oké, die heeft geen drugs gebruikt, alcohol kan natuurlijk wel nog. Ja, daar ging iets niet helemaal lekker met dat stop de pet. Maar dan gaan we gewoon teleporteren. Godmode staat wel uit. En we naar mijn toeran. Kijk eens. Alles is hier weg. De collega staat er wel nog. En dan zijn we weer inzetbaar. Incident met vuurwapens is hier, ja, er wordt C-schoten gelost. Stop ik even, want ik dacht dat het schot op mij, nee, oké. Knieën, handen omhoog. Hey. Je gaat niet verder schieten, jongen. Kom op. Zo. Een C-schoten gelost. Eenheidjes erbij zijn wel gewenst. Oké, ik ben aangehouden. Gewonden gaan zich uiteraard melden bij mij. Nee. Inderdaad, we dachten dat er ging gebeuren. Nou, transportje deze kant op, vuurwapen in beslag genomen voor de rest. Ja. Ga je fouilleren? Of nog meer dingen bij je voordat je meegaat met mijn collega. Dat is gehoord. Met bij. Hij is er 2000, dus hij is minderjarig. Zeg ik goed? Nee. Nee, niet meer, maar... Nou. Best jong dan. Oké. Doei. Je gaat met mijn collega mee meteen door naar het ziekenhuis, denk ik zo. Want ik heb een paar keer omgeschoten. Trouwens, even kijken. Zo. Ja, begin me niet opgeslagen. Zo, nu kunnen we in ieder geval switchen tussen politie, gewoon en kogelwerend. Oké, we zijn weer gezetbaar en we gaan van een fietspad af. We krijgen meteen. Ik weet niet precies wat dat betekent. Een hond, geloof ik. En visje, ik weet niet of het nou verlaten is of gevaarlijk dat die mensen aanvalt. In ieder geval even gezien tot het toch een prioriteit 2 is. Ja, we dan maar even een beetje snelheid erop gooien. Dat is geen hond! Hoe ga ik dat aanpakken? Dat is zeker geen hond. Dat beest wil mij dood hebben, we zweer. Voilà, als ik uitstap ben ik dood. Ja. Oh. Vriend, rot op.
Ik rij gewoon aan hoor. Nee, maar wat moet je nou met dat beet? Rik daar nou over een vogel heen? Ik ga je tasen, hè broer. Wacht even. Wacht. Wat is hij nou? Ah, hij komt. Broer, ik moet je aanhouden. Ja, kom. Ja, kom. Kom. Ik wil dat beest niet tasen. Kan ik hem aanhouden? Ja, handen omhoog. Oh god. Oh. Hey. Hey vriend. What the fuck? Dat ding gaat hier omhoog springen, wedde. Ja, maar hoe moet ik dat beest aanhouden? Wacht. Ik kon geloof ik een animal. Wat? Nee, 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 nee. En nu ga ik hem pakken ook, hè? Nu schiet ik hem kapot. Ik hou van dieren, maar hij was niet zo aardig. Oké. Ik wilde een Ctrl H, wilde ik een dierenarts vragen. Want ik weet dat bij dit soort meldingen je soms een dierenarts kon opvragen. Alleen mijn kleine grote knuffelbeer, of ik, ging toen opeens mijn voertuig fouilleren. Of ja, een beetje voertuig doorzoeken. Werd gedaan bij mijn eigen auto. Waardoor ik opeens naast de kofferbak stond. Of achter de kofferbak. En ik voor elkaar kreeg om daar iets... om te worden gebeten. En nu gewoon prio 1 toeters en bellen daar naartoe. Want dat beest dat snapt toch niet dat ik... dat sirenes voor hem zijn. Überhaupt wat sirenes zijn. Kom maar op, bitch. Oh. Ja, nu zet hij er al aan lopen, hè? Ah, daar ben je toch? Goed, wat moet dan moe. Zo, niks gebeurd, hij was opeens weg en alles veilig. Niet huilen. Nee. Hij was stout toch? Hij heeft Kim vermoord. Eigenlijk moet Kim nu gewoon wegblijven. Maar ja, goed. Wim is ook 500 keer dood gegaan inmiddels, want ik kan er echt gewoon niks van. Met Wim, want ik weet nog in het begin dat ik zei van, moet ik doen tot als Wim doodgaat. Tot ik een heel nieuw character moet maken. Of dat Wim gewoon terug mag komen. En toen mocht Wim geloof ik wel gewoon terugkomen. Dus dat hebben we toen ook maar zo gedaan. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 2-0 Charlie. 3. Achtervolging negeren stopteken en uitstappen vriend. Don't fuck with Kim, hè? Ik ben aangehouden. Goed zo. Niet te verplicht in mijn recht om advocaat. Ja? Komen dan.
Hier blijven, kom op. Hoi. Eén collega vraagt om assistentie. Vriend, wat bezielt jou dan? Hoi. Ja, maar pot nog onder zuur, hé. Hé, vriend. Die zet gewoon op een rennen, joh. Ik ben toch aangehouden? Hoi, hier heb je hem. Let op, dit is eentje die zich verzet. Nu niet meer, mooi. Ach, er zat nog iemand in de auto. Ik kan me niet voorstellen dat hij iets, ja weet je, vaak als de bestuurder ervoor kiest om er vandoor te gaan, betekent dat niet dat die bijrijder dat wilt. Maar het kan net zo goed zijn dat die bijrijder zegt, rijden, 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 ik word nog gezocht ofzo. Dus dat gaan we wel even controleren natuurlijk. Hallo. 1812-2000. Het is wel een minderjarig. Goed. Deze melding is ten einde. Volg je weg. Maar je mag sowieso uitstappen. Deze auto gaat niet verder rijden. Die was niet verzekerd. En die, ja. Hij ging er vandoor. Bijna dood. Ja, jullie hebben hier een slachtoffer. Oké, okay. Hem negeren we gewoon. Even zien hoe we hem gaan treffen. Ik heb hier wel een opritje snelweg die ik... en hij is van de snelweg afgekomen zo te zien. Hij of zij. Treft een voertuig die... is betrokken bij een drive-by. De CBTGV wordt gestart op het moment dat collega's ter plaatse komen. Ik sta niet helemaal lekker voor ze. Handen omhoog! Op knieën! Hey! Handen omhoog toch! Vriend, ik zweer je, hè? Wat de fuck ben je nou aan het doen, joh? Vuurlijnen, collega, hallo. Overige inzittende, maak je jezelf bekend. Voertuig wordt benaderd. Voertuig vrij, wapens bergen, kofferbak kunnen we toch niet openen. Dan taken wij deze kant op en wordt de oprit meteen weer vrijgemaakt. Takelwagen is er, wij meteen door prio 1. Die Touran gaat wel erg snel opeens. Ik ben daar me niet meer van bewust. Maar ik reed daar 100. Ja, het mag wel. Als je op snelweg 100 mag.
of 130 en ik rij 150 of 59, 159, dan zit ik nog niet over die brandstresslijnen van 40 km boven de toegestaande snelheid. Maar hier moet ik daar eigenlijk, maar daar let ik dan maar niet op, want ik vind het, kijk, als je hier 50 mag, dan rij ik nu de snelheid die is toegestaan. Maar dat vind ik te langzaam. En dan gaat nu de snelheid eruit tot 20. En dat vind ik helemaal te langzaam, want dan sta je in dit spel bijna stil. Dus ja, daar let ik niet zo op, want 70 voelt gewoon als 20 in het echt. Of ja, hier dan. Kut! Vuurlijnen kunnen we niet doen. What the fuck, hey? Zo. Kim weet wel wat schieten is. Nee, collega, hallo. Ga nou niet meteen weer... Oeh, dat scheelt niet veel. Ga nou niet meteen weer weg. Ik heb net je leven gered. Mooie Audi. Mooie Audi. RS7. Oh, netjes. Oh, netjes. Ik ben geloof ik ook beschoten. Oké, iets crashte. In ieder geval de ambulance komt geloof ik wel nog voor hem. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Zo, en we terug. En we zetten hem hier neer. En gezien het tijdstip, et cetera, ja, ga ik de sleutels overgeven aan iemand van de nachtdienst die hem wilt gebruiken. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Hoop dat jullie een leuke video vonden. Weer eens wat korter, maar goed. Je gaat toch zien, 20 minuten lang genoeg denk ik zo. Dus ik zou zeggen, tot over 2 dagen. Nadenken. Ik geloof een roleplay video. Tot dan in ieder geval. Doei!